Ontzettend leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Leuk dat jullie kijken. Vandaag in de video hebben we een update check met Sophia en Alva. Ik ben met niemand aan het skypen, want dan kan ik niet zo goed uitleg geven. En ik zit op Euro Angel. En ja, we staan van groot naar klein. Oh, zo leuk. Oké, er zijn nieuwe Noordzweden uit. En hier in de stallen zijn die oude Noordzweden vervangen door deze. En ja, dat vind ik best wel slim gedaan. Dus ja. Want eerst dacht ik echt van, what the fuck, waarom staan die hier nog? Maar ja, je kon natuurlijk geen nieuwe Noordzweden neerzetten. We gaan naar de nieuwe Noordzweedjes. Want er staan er twee hier en eentje in Veeldeel. Oké, dat paard heeft een bijzondere kleur. Nou ja, juist. Oké, we beginnen bij de zwarte. Ja, ik vind hem niet zo heel erg mooi. Ik vind hem wel mooi, maar hij heeft iets te veel details, vind ik. Het doet me een beetje aan mistval denken of zo. Oh, ik heb zo koud. Het is hier echt koud. De pintjes eet. En dan hebben we de Palomino. En die lijkt heel erg op het paard waar Sophia op zit. Maar dat maakt niet uit. Oh mijn god. Oh my god, dit is te schattig. Dit is te cute. Echt. Ik vind bepaalde kleuren paarden vind ik gewoon te mooi. En Palomino is een... Oké, sorry. Ik zal even uitleggen wat ik bedoel. Want ik vind bepaalde kleuren van paarden vind ik leuk. Ik vind Palomino's leuk. Zo leuk. Oké, sorry, ik ben echt goed. Ik vind bonte paarden leuk, maar niet als ze te bont zijn. Want denk maar aan Fireflash. Die heeft echt maar een paar vlekken en ja, daar hou ik het bij. Maar ik wil bijvoorbeeld niet zo'n beest. Dat vind ik dan alweer te veel. En ja, het is gewoon een beest. Ja. Ja. Te cute voor woorden. Nu gaan we denk ik naar een Veeldeel. Maar ik hou jou in mijn gedachten, Palomino. Oh, dat klinkt echt Spaans of zo. Palomino. Palomino. Oké, we gaan naar Voortspinten. Even in chat zeggen, want anders weten ze niet waar ik naartoe ga. Op naar, waar staat die hier? Fort Pinta. Want daar staat nog een paard. En de paardenmarkt is daar. En het kan trouwens zijn dat jullie mijn Star Stable geluid harder horen. Want I don't know, ik heb iets aangepast. Ik probeerde het weer terug te zetten, maar het is volgens mij niet echt goed gelukt. Ja. Ik heb zulke slechte wifi. Alles is slecht. Bij de paardenmarkt is er ook zo'n nieuw iets. En ja, dat zal ik straks wel even laten zien. Ik denk dat je het zelf al lang hebt gezien, maar goed. Kijk! Dit is een nieuw paard. En hij is op zich best wel een beetje rood of zo. Een beetje roodharig, weet je wel. Ligt het nou aan mij of heeft die schimmel op zijn buik? Het lijkt eigenlijk net alsof hij schimmel op zijn buik heeft of zo. Kijk dit dan! Dit lijkt echt schimmel hoor. Ja, sorry. Maar ik vind dat een beetje schimmel. Paardenschimmel. Ja. Nou, verder is het een mooi paardje. Maar ik denk niet dat ik deze zou gaan kopen. Maar die Palomino.
Het is zo vreemd, weet je. Oké. Paardenmarkt. Ja, we gaan naar de paardenmarkt. Oké, let's go. Ik heb trouwens hiervoor al een video opgenomen, maar die was niet helemaal goed. En ik miste een stukje zonder dat ik het wist. En vaak dan kan ik dat wel opnieuw doen, maar nu kon ik dat niet. Dus het stukje van de paardenmarkt kan ik wel eventjes opnieuw ertussen plaatsen. En vanaf daar kan ik wel verder gaan, denk ik. Maar ik kan wel eventjes mijn paard hier zo parkeren. Ergens, I don't know where. Maar als ik alles 3 keer zeg, dan vergeet ik ook dingen. Dus ja, jullie zien nu een stukje uit een andere video. Oh, wow. Wat was dat? Even kijken. Rip Rock Angel. Oh, ik ga je hier achterlaten. Dan kunnen mensen jou kopen. Nee, toch niet. Oh ja, trouwens, ik heb dit gekke hoedje op. Gewoon omdat ik daar zin in had. Om Rock Angel voor gek te zetten. Oké, we gaan naar de paardenmarkt. Oh, en trouwens, ik wilde bijna gaan opnemen. En ik ging nog even op YouTube kijken. En toen zag ik dat Eva Jonker, die is volgens mij ook abonnee van mij, die zei onder een video van Paardzoekbaas, dat is een ander YouTube kanaal, zei onder een video waar ik onder had gereageerd, zette zij onder mijn reactie: "Hoi Silkes and Friends, ik heb je video gekeken." Dat is echt heel random. Oké, nu hebben we dus blijkbaar de paardenmarkt met de Arabiertjes. Oeh, zwarte beginnerspaard, wauw. En dat is het Deens warm bloed. Warm. Ik kan het echt. Oh nee. Oké. Ja. Maar dit is dus die met de Arabiertjes. De biertjes. Kijk, en dan heb je hier zo'n bordje. En dan kun je op ja klikken. En dan heb je een andere opstelling. En kun je andere paarden kopen. En oh my god, wat staat deze paardenmarkt er vol mee? Even kijken. Paard. Oh, ik ga ze tellen. 1, 2, 3, 4. Kijk, oké, nu ben jij. 5 op deze paardenmarkt. Maar volgens mij waren er nog meer. Want als we nou naar de volgende paardenmarkt gaan. Even kijken. Er waren er nog meer, toch? Ja, er waren er nog meer. Alleen die staan hier nu niet. Hé, hey, dit is dat paard dat die hacker toen een keer van mij had gekocht. Oké. Daar staat echt heel lang nog een pony in. Ik vind het gewoon zielig. Oké. Let's see. Er waren er nog. Hey! Hallo! Kleine ponies! Ik snap niet dat dat alle ponies niet hier staan. Dat is toch veel leuker. Oké, nou ja, even terug naar 2. Dan ga ik even opnieuw kijken welke paarden er zijn. Want er was ook nog eentje die heeft Lily. En dat is een beetje oranje paard of zo. Maar die staat er gewoon echt niet tussen. Heel vreemd. Ah ja, joh, hier is die. Gewoon, eentje, die zijn goedkoop geworden. Had ik nou nog maar even gewacht. Dit paard vind ik op zich best wel mooi. Maar als je dan kijkt naar de Palomino die nu is uitgekomen. Zou ik toch denken van ja, die zou ik wel liever willen. En ik heb echt medelijden met Horse Vlogs, volgens mij. Horse Games, weet ik veel hoe ze heet. Want zij heeft zeg maar echt bijna elk Noord-Zweedse paard dat er bestaat. En nu zijn er nieuwe uit. En ze heten allemaal Big Friend. En ik wil ook één paard, Big Friend, noemen en kopen. Maar daar twijfel ik nu toch wel over. Ik dacht dat het deze kon zijn, omdat dat volgens mij ook haar eerste Big Friend was. Ik ken haar niet persoonlijk ofzo, maar ik kijk gewoon de video's. En ja, ik heb best wel medelijden met haar, omdat ik echt geen idee heb wat ze nou gaat doen met die nieuwe Noord-Zweden. Ik denk dat ze echt denkt van... de missie is... De missies doen we een andere keer. Want ik moet
eigenlijk wel eventjes gaan rondkijken welke bar ik wil. Even kijken, dit is 3, ja. Want ik zit hier echt te rillen trouwens, want het is echt heel koud. Maar, ik vind dit paardje mooi. En dit is Morgan, maar dat is natuurlijk niet. Het is gewoon een startermodel. Het gaat goed. Ja. Het is natuurlijk gewoon een startermodel. Maar ik weet niet. Ik vind hem gewoon best wel mooi. Ik denk dat ik een beetje van valkkleurig begin te houden. Want ik wil die Morgan in Christmas ook best wel graag. Maar kijk, dit is dan weer niet Valk Morgan. Omdat dat een soort van bont is. Ja, dat is gewoon een starter natuurlijk. Maar kijk. Ik hou ook van bont. Want ik wil deze pony. I love you. En ik wil... Daar staat hij. Ik ben mijn paard kwijt. Oh, ja. Is er een zilveren arabier? Oh, what the fuck. Oké, kijk, waar staat hij bij het 2? Kijk, echt hè. Dan is het zo van... bij die ponies is het ook gewoon hier gewoon rustig 3. En daar is helemaal niks aan de hand. En dan doe je zo. En is het plop, vol met paarden. Nou ja, en ik wil dit paard, maar die staat nog niet op mijn lijstje. En ik weet dat die als starter kan. Ik heb op Nia Giant Hill, heb ik natuurlijk ook die starter. Maar ik denk dat ik hem gewoon wil. En ja, wat doet dit beest hier? Andalusisch paard. Echt, ze moeten gewoon nog een vak van de paardenmarkt maken. Want ja, dit is echt te vol. Dat is niet normaal. Oké, maar ik zie jullie zo meteen als ik in Mistval ben. Oké, mensen, hier zijn we weer in Mistval. En het is een rip. Ik wil Winter Diamond zo ontzettend graag. Ik wil... Oké. Hoe heet hij ook weer? Sunny Secret heel graag. Even kijken of ik hem toch nog vind. Maar ik wil ook dit Palomino Beest. Nou, ik hem zo zie, zie je op zich niet echt heel erg bijzonder. Maar ik wil een paardenbezitter zijn. En waarschijnlijk als ik hem dan heb, dan denk ik hetzelfde als bij Rock Angel. Zo van, dat is zo lelijk. Maar de nieuwe paarden zijn zo lief. Kijk af, de voetjes die geraast. Dat is zo lief. En ja. Laat me even in de comments weten welk paard ik moet kopen. Want dat heeft trouwens geen invloed op mij. Want ik ga zelf kiezen welk paard ik ga kopen. Maar ik wil gewoon weten wat jullie leuker lijkt. En stem in de poll welke kleur van de nieuwe Noord-Zweden je het leukst vindt. De poll komt nu in beeld. En ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oh, daar is nog zo'n beest. Ja, ja, ja. Roos, kom hier staan. Roos. Roos. Ze is vriend met mij. En Roos. Hey. Roos. Roos. No. Niet de trailer nemen. Ah, oh, fuck. Ze is weg. Okay. Laat maar. Oké. Okay. nou ja, jammer. Maar je zag ze wel heel even dicht bij elkaar, toch? Maar in ieder geval, tel in de comments wat jij vindt, welke paard ik moet kopen. Winter Diamond! Of de nieuwe Noord-Zweed. De Palomino dan, geen zwarte of bruine. Maar ja, of Winter Diamond of Summer Cloud. Want ik heb al een naam bedacht voor dat beest. Kijk, als ik dit beest ga kopen, dan heet hij Summer Cloud. En dat lijkt me wel leuk. En ja,
Ja, dat zwarte beest nog een keer. Ik vind hem echt een beetje oud lijken. Maar de gangen zijn wel echt super mooi. En ja. Zeg wat je ervan vindt. En laat weten wat je er vindt van ja, welk paard ik moet kopen. Wel mensen, terwijl dat jullie vorige video, kan ik het eigenlijk noemen, hebben gekeken, hebben wij even de paardenmarktmissies gedaan. En kijk, mijn XP-balk nou. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Want de Silks and Friends family moet steeds groter worden. En vergeet niet, bij de 100 abonnees, iets super leuks. Dus bedankt voor het kijken. En ja, tot in de volgende video. Doei!